Richard? Ja? Hoe staat het met de contracten? Ze zijn toch al klaar, of niet? Ja, ja, natuurlijk, Puffy. We moeten alleen nog maar trouwen. Ik hou het niet meer uit. Monsterlijke persoon. Ik heb een idee. De diefstallen. Ik weet zeker dat Frida de dief is. Dan moeten we haar in de val lokken en op heterdaad betrappen. Oh, mevrouw van Lipstein, is dat een echte Fuji-handtas? Ja, een uniek exemplaar. Met kristallen bezet. Het was echt heel duur. Dit is toch een goede plek voor de tas, of niet? Snel, verstoppen. Stop! Suzy? Als je bang bent voor een saaie zomer, kom dan met me mee. Naar een plek waar je nog weg kunt dromen, een hotel aan zee. Waar je vrienden hebt die alles delen, vreugde en verdriet. Waar het jou niet lukt je te vervelen, maar vergis je niet. Dit is geen gewoon hotel, dit is Hotel 13. Een hotel dat zijn geschiedenis aan niemand ooit liet zien. Dit is geen gewoon hotel, dit is Hotel 13. Check in en ontdek wat niemand voor jou heeft gezien. Welkom in Hotel 13. Suzy? Suzy? Ik dacht dat de vrieskist de dief was. Sst. Heb jij hier een verklaring voor? Ik moest het... Nou ja, ik wou graag... Wat is hier mis? We hebben de dief. Suzy, ik bel de politie. De politie? Een zwaai ligt voor de deur? Wat zullen de gasten wel denken? Ja, maar ik kan dat toch niet zomaar laten gaan? Geen politie, Richard. Ik zorg wel voor een gepaste straf. Dus, wat heb jij mij te zeggen? Het spijt me. Het zal niet meer gebeuren. Hoe kan jij nou zo dom zijn om je te laten betrappen? Weet je hoe lang het geduurd heeft om dit alles voor te bereiden? En jij hebt alles in één klap kapot gemaakt. Maar jij had toch gezegd dat ik die handtas moest stelen? En ik dacht dat... Jij moet niet denken. Dat doe ik. We hebben geen geld meer. Alles is weg. Zelfs met de opbrengst van de diefstallen redden we het niet. Er mag nu niets meer fout gaan. Dat weet ik. Al 10 lange jaren werk ik in deze erbarmelijke keuken en speel ik de perfecte kokkin. Oh, natuurlijk, meneer Leopold. Nog een ontbijtje, mijn beste mevrouw. Wilt u soms een koekje bij uw koffie? Ik heb echt al mijn spaargeld uitgegeven aan catering en aan bakkerijen. En nu krijg ik dan eindelijk wat mij toekomt. Luister nu goed. Je zegt geen woord meer. Tegen niemand. Ik zorg wel voor de rest. Begrepen? Ja. Oh, ik baal hier echt van. Ik had die vrieskist zo graag in handboeien gezien. Ik had echt nooit gedacht dat Suzy de dief zou zijn. Natuurlijk niet. De vrieskist zit achter de diefstallen. Dat weet ik zeker. En de website heeft ons ook naar haar computer geleid. Ja, maar als de vrieskist niet zelf had, kunnen we haar ook niet betrappen. Dan moet ik maar aan mijn nieuwe stiefmoeder wennen. Ik weet misschien toch hoe we de vrieskist in de val kunnen lokken. Ach, jij bent dus nog hier. Ik heb voor jou ook nog een paar vragen. Te laat, het spijt me. Ik heb Suzy zojuist camerarrest gegeven. Fort! Ja, maar... maar weet je nu waar al die gestolen spullen zijn gebleven? Ach, Fluffy, dat is slechts een kwestie van tijd. Heb je de notaris al gebeld in verband met de nieuwe eigendomscontracten? Nee, nu met die diefstallen... Ja, maar ik zou toch de helft van ons mooie hotel krijgen? Wil je soms niet meer met me trouwen? Ja, natuurlijk, dat weet je toch. Bij jou kan ik... mezelf zijn. Ik heb nog een cadeautje voor je. Oh.
Ik stoor me namelijk al heel lang aan je kale hoofd. Veel beter. Beter? Ja, ik weet niet. Ik lijk wel op Elton John. Precies. Dat vinden de gasten geweldig. Jij wordt het perfecte uithangbord voor ons hotel. Kom, zeg nou. Oké. De Vrieskist wil de politie niet inschakelen, omdat ze de spullen zo snel mogelijk wil verkopen. Aha. Dat betekent dat één van ons zich voor moet doen als koper. Iemand met fantasie en improvisatietalent. Wie? Ik? Goed, dat is geregeld. We maken via internet een afspraak met de Vrieskist om wat gestolen spullen te kopen. Maakt niet uit wat, als het maar gestolen is. Ja. Flo gaat naar de plek waar we afgesproken hebben om de spullen te kopen. Wat? Maar ze herkent hem toch meteen? Daarom moet hij zich ook verkleden. Waarom dan een berenkostuum? Geen carnavalskostuum, Flo. Je moet je zo verkleden dat de Vrieskis je niet herkent. Ah. Anna, Liv en Victoria verstoppen zich bij de receptie en filmen alles. Dan hebben we een waterdicht bewijs. Heel simpel, niet dan? Je bent naast superknap ook nog superslim. Dat plan werkt nooit. Waarom niet? De Vrieskis merkt het meteen. Ze herkent Flo aan zijn kleding en zijn manier van praten. Hé, hey, geen probleem. Ik kan iedere gast in het hotel nadoen. Dank je, meneer Florien. Ik kom je zo dadelijk helpen na mijn kopje thee. Kom op, de Vrieskis is ook niet gek. Daarom verkleden we hem ook. Met een sjaal en een fopneus. Praat gewoon alsof je flink verkouden bent. Of nog beter, je praat gewoon helemaal niet. Weg met de Vrieskist. Weg met de Vrieskist! Hé, hey, Rut. Oh, niet nerveus worden. Gedraag je gewoon heel normaal, oké? Oké. Okay. Niet nerveus worden. Heel normaal gedragen. Neem me niet kwalijk. Ik ben geloof ik... Een beetje nerveus. Ja, ik merk het. Rut, we hebben nog maar 1 minuut, ja. Heb je alles met de contracten geregeld? Ja, de notaris komt zo met het nieuwe eigendomscontract. Goed. Ik moet nog snel even wat regelen. Ja. Meneer Florovic? Hallo. Spijt me. Ik ruim het onmiddellijk op. Had u misschien niet liever ergens anders afgesproken, meneer? Waarom? Ik heb de spullen. Snel. Wat is er nou toch? Er zit een dode marmot op uw hoofd. Wat? Dat zijn mijn haren, Jack. Mooi, hè? U bent een ander mens sinds die Frida hier is. Ja, maar ik voel me echt uitstekend. Ja, maar u heeft een dode mot op uw kop. Oké, er is verbinding. Zeer goed. Is mooi. Is echt heel mooi. De hoogste kwaliteit. Daar sta ik garant voor. We worden zeker goede zakenpartners. Flo? Oh-oh. Fluffy! Ik wil dat je Flo onmiddellijk ontslaat op staande voet. Ja, maar Flo... Ja, maar niet voordat hij dit gezien heeft, meneer Leopold. We hebben de echte gemene en liegende die vechten. Ja. De hoogste kwaliteit, daar sta ik garant voor. Ik kan alles uitleggen, Fluffy. Nee, nu mag jij je mond eens houden.
Ik gaf je heel mijn hart. En jij hebt mij al die tijd gewoon voorgelogen. Natuurlijk niet. Ze heeft nog nooit zelf gekookt. Wat? Ja, en wie heeft mijn lievelingspizza dan gemaakt? Pizza Palace. De kippenpootjes? Kip kant-en-klaar. Je kruidige noedels. Wing Chun Pok. Zo is het genoeg. Ik vrees dat ik nu ook heel erg slecht nieuws voor jou heb. De bruiloft zeg ik bij deze af. Jij gaat alle eigenaren hun spullen weer teruggeven. En de rest mag je aan de politie vertellen. Ladies. Tada! Ja, wat goed! Nu kunnen we eindelijk terug naar het verleden reizen. En Magellaan zoeken, zodat ik mijn leven kan redden. Ja, en zodat we alles met Lily kunnen regelen. Momentje, weet je zeker dat je terug wil naar het oude heden? Ik bedoel, het is toch mooi hoe we de dingen hier veranderd hebben? Victoria en Tom... Au! Ja, dat weet ik zeker. Tom, Anna, Cliff... Bro! Ja! Op een nieuwe start in Hotel 13. Ja, ja. Yes. Yes. Frida was een bedriegster. Dat klopt. Zelfs de verklaringen waren vervalst en arme Suzy kreeg overal de schuld van. Ja. Ja, dit jaar zal hier geen bruiloft meer plaatsvinden. Ja, maar in plaats daarvan komt er een ander feest. Goed, Tom en ik hebben een verrassing. Kom, schat, vertel. Welke verrassing? De onze geweldige superverrassing. Ah, die verrassing. Die, ja. Wat was het ook alweer? Oh, je bent zo lief. Te gespannen om het te vertellen? Nou goed, waarschijnlijk hadden sommigen het al door. Maar, Tom en ik zijn officieel een paar! Ja. Tom, ik hou van je. Hartelijk welkom. Magellaan zal vrijdag terugkomen. We hebben dus genoeg tijd om zijn kamer een bezoekje te brengen.